zoekt een thuis. Want wie kan er zonder? Zo gewoon en toch bijzonder, dat is thuis. Waar er iemand op je wacht, voor goede en slechte dagen, die antwoord geeft op je vragen. Thuis. Al die dromen die ons niet redden, lijken in de weg te staan. In de weg te staan. Verwijderd, geschrapt, meneer Bomans. Nee, u had zich inderdaad bij ons ingeschreven, maar we hebben u weer uitgeschreven. Hoe uitgeschreven? Allee, dat is tof, dat. Buiten grote plakaten, dat ik weet niet wat werk is. En dan kom je binnen, je bent nog niet fijn ingeschreven of je bent al gedelayed. Het heeft toch niets te maken met dat bewijs van goed gedrag en zeden, hè? Maar dat heb ik niet. Hè? Ik heb er van zijn leven en zeden op zijn bakkes getoekt. Nee, meneer Bomans, dat bewijs van goed gedrag en zeden, dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Hè? Wij vragen dat alleen maar omdat sommige van onze klanten daarna vragen. Het is een voordeel voor u als u het wel heeft, maar het is geen conditio sine qua non. Ja, maar wat is er dan? Zeg het dan gewoon. Ja, meneer Bomans, een van onze mensen heeft naar u gebeld, maar u was onbereikbaar. Hè? Kijk, wij hebben niet het juiste adres. Zo staat hier toch gedoteerd. Hè? Je hebt het toch allemaal opgegeven met een naam, een adres, een diploma. Allee, is het nu niet, hè? Dreef nummer 8. Ja, dreef nummer 8, ja. Ja. Maar meneer Bomans, er is aan de telefoon tegen ons gezegd dat u daar niet meer woonde. Oeh. Och, het is niet waar. Nu begin ik het te snappen. Maar dat is maar tijdelijk, hè. Dat is een familiale kwestie. En wie er aan de lijn gaat, mijn vrouw zeker. En heeft hij dan niet gezegd wat ik dan wel was? Nee, het spijt me. Ja, enfin, zwart. Ik ben hier nu, dat is het belangrijkste. Nee, kom, hoe zit dat met die job? Ja, de zaak is, meneer Bomans, een bureau als het onze, dat moet heel snel inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt. Je hebt die job toch niet aan iemand anders gegeven? Ja, ja, meneer Bomans, wij konden niet langer wachten. Oh, miljarden, het is niet waar, hè. Het is niet waar, het is niet waar, hè. Bon, wat moet er hier gebeuren? Die radiator daar, die kraan lekt. Enfin, ja, er zou te weinig druk op het systeem zitten, hebben ze mij gezegd op hun bureau. Ja. En daarom wou ik het eens laten nakijken. Zou kunnen, ja. Als er minder dan een kilo druk op zit, dan valt alles stil. Ik heb iets voor uw ketel kijken. Waar staat die? Die staat in de kelder. Ja. Hier. Ik heb speciaal naar u gevraagd. Ja, ik heb liever dat mijn eigen zoon zoiets komt repareren dan een wildvreemde in mijn huis te moeten halen. Ik ben uw zoon niet. Ik ben gewoon een loodgieter die hier een job komt doen. En ze biedt ben ik terug schuppes, oké? Het is wel nogal naïef van Frederik, hè? Om te denken dat Eva valt voor zoiets kinderachtigs. Oh, ik weet het niet. Misschien redeneert hij precies hetzelfde als ik en denkt hij dat dames nog steeds een beetje gevoelig zijn voor romantiek. Ja, voor romantiek wel, maar nu moet jij mij toch echt eens uitleggen wat een plusje nezel met romantiek te maken heeft. Ja, dat is toch zo, Eva? Allee, dat je nu denkt dat Eva niet volwassen genoeg is om zo'n doorzichtige verleidingspoging door te hebben. En laat dat nou toch gezegd worden door de volwassen vrouw die volledig door het lint ging toen zij een bos rozen voor haar deur vond. En? Kan het gemaakt worden? Ja, ja, dat is iets van niks. Hè. Dat is zelf ook een gewoon een vaste verwijs. Christophe? Ja? Ik wou nog eens terugkomen op wat ik daar straks gezegd heb. Niet beginnen, hè. Je had toch kunnen weigeren? Wat weigeren? Om naar hier te komen. Je had toch kunnen vragen bij Verkammen om iemand anders te sturen? Hm? Iemand anders sturen? Denk jij dat zomaar gaat? De baas die maken een planning op en wij moeten gewoon doen wat die zeggen. Ook als dat problemen geeft. Tja, ik wist niet dat ze daar bij Verkammen zo autoritair ingesteld waren dat je als werknemer zelfs geen recht van spreken hebt. Tja, nee. Ik had gewoon geen goesting om die affaire op een bureau uit te klappen. En ik heb er nu echt ook geen goesting in. Zeg mij gewoon waar het ingang op de kelder is. Wacht, ik zal meegaan. Nee, nee, nee. Zeg gewoon waar het is. Ik wil rustig op mijn eigen werken en niet gestoord worden. De lift tot min 1. Min 1, oké. Okay. Nee, ik vond het fantastisch dat je nog eens over die rozen begon. Echt waar, fantastisch. Hey, Rosa, dat was toch helemaal niet kwaad bedoeld? Huh?
Nee, tuurlijk niet. Rosa, dat was een grapje. Ik wilde alleen maar illustreren dat mensen behoefte hebben aan een attentie. Een bos bloemen, een dinertje bij kaarslicht, een schouderklopje. Daar heeft een mens toch behoefte aan? Ja, sorry hoor, om het nou gelijk af te schilderen als puberaal gedrag. Of een doorzichtige verleidingsmanoeuvre van de milde schenker. Dat gaat me te ver, sorry. Ik heb het ook niet zo hoog op met Frederik. Maar je moet toch in ieder geval toegeven dat hij zijn best doet om lief over te komen. Met een pluche nezel. Het is toch het gebaar dat telt? Ja. En ook als het lichtelijk belachelijk is. En dan nog de manier waarop dat hem het geeft. Dan maak jij ervan. Wacht er als jij zoiets krijgt, hè? Ja, nou, ik zou dat met liefde accepteren. Ah, ja. Ja. Wacht eens even. Alsjeblieft, Yves. Oh, wat is die lief. Wat dacht je? Wassen, knippen en watergolven en een paardenstaart erbij. Kijk, een mooie paardenstaart, lief ezeltje. Ben klaar, hè? Ja. Amai, dat is vlug gewerkt, zeg. Er zat nog genoeg water in het systeem. Zeg, dus hoeveel is mijn schuld? Wordt een factuur opgestuurd. Gewoon hier tekenen. Merci. Wil je niks drinken? Nee. Ga al voort. Tja, ik heb nog werk, hè? Ja, natuurlijk. Alleen... Wat? Ik dacht, zoals je tijd of goesting zou hebben... Ik wil maar zeggen, je bent hier altijd welkom. Zou ik hier komen doen? Een keer spreken over vroeger, over wat er allemaal gebeurd is. Precies, of jij gewoon mij iets kunnen vertellen wat ik nog niet weet. Ja, meer dan dat je denkt, Christophe. Ja? Echt? Genoeg om te begrijpen waarom dat een moeder 3 van haar kinderen in de steek heeft gelaten? Dat was niet zomaar, ik heb u dat al gezegd. Trouwens, ik was doodongelukkig. Oh, dat is echt een goede reden om het zonder boe of baaf te trappen, hè? Er zijn nog wel huwelijken waar dat scheef loopt, hè. Maar daar wordt een regeling getroffen. Met toestemming of gedwongen, maar daar wordt aan de kinderen gedacht. Dat heb ik gedaan. Amai, en hoe? Bravo, hè. Salut in de kost, ja. Oh, Christophe, alsjeblieft, zeg dat niet. Nee, wat moet ik dan zeggen? Heb je ooit geprobeerd om terug te komen? Heb je ooit zelfs maar geprobeerd om eens een keer contact met ons te zoeken? Keer op keer, maar uw vader wou dat niet. Dat is gemakkelijk, hè. De schuld achteraf op hem steken. Heb jij destijds ooit mijn kaartjes of mijn brieven ontvangen? Wat voor kaartjes? Ik heb geen enkele feestdag of verjaardag overgeslagen. En ook al kreeg ik nooit antwoord, ik ben blijven schrijven. Wie denkt dat ze onderschept heeft? Wie? Nee. Nee, ik geloof je niet. Hij zou die al die jaren voor ons verstopt hebben om er geen woord over gezegd te hebben, zeker? Nee. Vraag het aan mij. Waarom zou ik? Omdat je recht hebt op de waarheid daarom. De waarheid? Moet ik je zeggen wat de waarheid is? Hè? Dat hij ons niet in de steek heeft gelaten. Een vader met 3 kinderen, maar hij is bij ons gebleven. Hij heeft ons grootgebracht, hij heeft ons een opvoeding gegeven. Wat denkt hij dat er van ons was geworden als hij het ook was afgebold en een ongelukkige was beginnen uithangen? Maar dat heeft hem dus niet gedaan, hè, madame? Hij niet. Hij heeft in de eerste plaats niet onze eigen gedacht. Dat is de waarheid. En dan kunnen een paar stomme kaartjes van u geen kloten over veranderen. En meer heb ik er niet over te zeggen. Zeg u. Piggietje, als jij binnenkomt, brengt dan eens die wasmand mee op het korken, want... Wat doe jij hier? Ik kom iets vragen. De ingang is langs daar. Langs achter, dat is voor familie en voor vrienden. Maar ja, ik dacht, misschien laten ze mij daar niet binnen, hè? Nee, en langs daar wel of zo. Wil het nu in godsnaam afbollen, want ik heb echt geen tijd voor u. Maar misschien wel voor uw zuster? Want het is daarvoor dat ik kom. Ons Jenny, wat is er met ons Jenny? Wel, ze is terug binnen geweest voor haar tweede chemosessie. Ja, dat weet ik. En? Ja. Wart jij van plan om straks langs te gaan bij haar? Ja, natuurlijk. Gelijk de vorige keer. Bedacht dat. Wel ja, daar wil ik het juist over hebben. Liever niet zoals de vorige keer, als het kan. Hoe bedoelt u? Wel ja, toen zaten we ook samen langs haar bed. En, Jenny weet ook wel hoe het zit tussen ons. Dus ik denk dat ze die spanning best kan missen.
Jij komt mij zeggen dat ik niet bij mijn zuster mag langsgaan. Nee, natuurlijk niet. Ik zeg het u toch, ik kom om af te spreken wanneer jij, wanneer ik. Het is het beste voor iedereen en zeker voor Jenny. Dat ze niet te veel alleen is met haar miserie. Ik was eigenlijk van plan om binnen een half uurtje langs te gaan. Oké. Okay. Meer moet ik niet weten. Zal ik me dan nog schikken? Marianne. Hoe is het met Ree? Wat is hij van plan? Geen idee. Ik heb al een paar keer geprobeerd met hem te praten, maar veel heeft het niet geholpen. Hij blijft Jenny ontlopen. Zal ik hem daar ook nog eens over aanpakken? Dat zou ik niet doen. Ree, je kent hem nauwelijks. Ik ken hem meer dan genoeg om hem op zijn plichten te wijzen. Wel, begin op die toon en hij klapt helemaal dicht. Nee. Wat ga je maar aan ons afspraak. Laat de rest maar aan mij over. Over een half uur dan. Dag, Rosa. Schatje toch. Waarom zit je nu weer al zo te piekeren? Waarom denkt je? Die een brief, hè? Als die man die je echt gaat schrijven, dan is het helemaal om zeep. Dan is het definitief gedaan tussen die twee. En dan gaat Frank dat huis hier verkopen en dan moeten wij weg. Stoppen. Ten eerste is die brief nog niet geschreven. Nee. Ten tweede, wat zal Simon erin zetten in die brief? En ten derde, wat ons betreft, wij staan nog niet met onze rug tegen de muur. Hè? Oh. Frank! Is Simon hier niet? Simon, die zal blijven eten zijn op het bureau, hè. En waarom? Is er iets? Nee, het zal nog niet, met zoiets lappen. Ach, moedje, het is zover. Hoe, het is zover? Ik wil zeggen dat je het weet, hè. Oh, jongens, ik vind het zo verschrikkelijk en ik had zo gehoopt dat ze het niet zou doen, hè. Gewoon zeggen dat ik hier niet meer ben. Is dat niet echt te veel gevraagd? Dat ik hier niet meer zei. Maar had er dat dan zoveel aan veranderd? Natuurlijk had dat alles veranderd. Alles had dat veranderd. Want dan hadden ze me daar kunnen contacteren, daar bellen en dan had ik die job gehad. Maar nee, zij zegt gewoon dat ik hier niet meer woon en dan mee basta. Wie zit dat? Ja, wie zit dat? Simon natuurlijk. Op een telefoon tegen dat interimbureau. Je moet zo niet zien zijn, verstaan dat je geen Vlaams? Jawel, maar ik dacht dat ik... Oh, het gaat dus over een telefoon die misgelopen is. Ja, een telefoon en die mijn job kost. Oh, gestammer. Allee, sorry. Nee, jongen, ik weet het, dat is ook heel erg. Ja. Maar, allee, ga jij toch nog kansen krijgen, hè? Ja, en op zo'n bureau komt er regelmatig wat nieuws binnen. Ik sta niet meer op hun lijst, Rogerke. Ze hebben me gewist uit de computer. Gedelete noemen ze dat. Omdat ze dat spelletje niet betrouwen met dat andere adres. Ja, maar wacht eens. Wanneer hebben die gebeld? Deze morgen. Ja, maar dan weet ik wie dat opgenomen is. Hè? Jij toch niet? Nee, Angèle. Wat? Angèle? Ja, en als ik er goed over nadenk, hè, dan heb ik die horen zeggen dat jij hier weg waart. Godverdomme, die smerige teef. En jij lot iets om het doen. Maar ze zei dat dat een vriend was die je opbelde. We zijn er verder niet op ingegaan, hè. Miljarden, hè. Ja, Christophe, hij zat hier om te eten. Ik had even staart tussen twee jobjes door. Ja, en ik heb tussen twee stoeferhalen van Frederikske. Miljarden, zink je ermee op ronde, met die puit. Kun je dan geloven dat ik er het zuur van een mama krijg van deze zever? En waar hier geen rennetjes niet meer liggen? Oh, maar is een zeg. We zijn er van de morgen het geweest. Hé, dat gaat werk. Ik heb het gehoord. En? Ik weet niet dat ik het graag wil horen. Bij Linda. Ze hadden mij er nog toegestuurd voor een reparatie. Hè? En als je het gezegd? Die haar mond staat niet stil. Over mij ook? Onder andere. En over het feit dat zij ons in een tijd niet helemaal in de steek heeft gelaten, gelijk als jij het gezegd. Niet helemaal, nee. Hoe dan? Half ze gat? Heb je de gazieloot gezien al die jaren? Nee. Maar zij cursus gestuurd. En brieven. En jij zou die onderschept hebben. Is dus waar. Ja, dat is waar. Maar ik had er wel mijn redenen voor. Ah ja, de welke? Ja. Omdat ik wel niet in de war wou brengen. En dat is nu niet gebeurd, of wat? Christophe,
Het is pas de laatste 2 jaar dat Ga en vooral onze jury de problemen zijn beginnen overmaken. Daarvoor is er nooit iemand geweest die er vragen over gesteld heeft. Nee, maar toen ze kwamen die vragen, ze de Wilmer schoon blijven zwijgen. Wat moest ik dan zeggen? Trouwens, al dat geschraaf van haar, dat het toch niks zout geldt. Want er stond nooit een afzender of een adres op die brieven. Toch wel een stempel van de post, hè? Je mag mij toch niet wijzen aan een fliek om de hand van een stempel van de post niet de middelen heeft om iemand op te sporen, als ze dat dicht wilt. Hallo. Hey, dag Jenny. Sorry, ik wou je niet wakker maken. Zonne. Dat geeft niks. Ik ben blij dat je er bent. Kan ik iets doen? Moet jij iets hebben of zo? Een glaasje water. En hoe was de chemo? Pa. Als jij niet wilt, dan wil ik ook wel eens meegaan, zeg maar. Goed, hè. Je hebt toch je werk. Ja, hé. Hey. Zoiets belangrijks kunnen Eva en Eva eens even in een plan trekken, hè. Oh, als je er bent, achteraf, hè, zoals nu, dat is al meer dan genoeg. Ik kan toch nooit niet veel zeggen. Oh, kind. Moet jij toch ook niet veel zeggen? Je moet je veel rusten, hè? Dat jij heel rap terug beter wordt. Rap. Als ik maar al van die chemo vanaf was. Ik kan u niet zeggen hoe verschrikkelijk dat het is. Ik heb dat gedaan, Christophe. Omdat ik wou was. Heel kwaal. Want ik wou haar niet meer zien en ik wou ook niet dat ze Ellen nog zag. Het is 8 jaar, hè, en ik heb er hier alleen voor gestaan. Hè. En zij heeft dus nooit één poging ondernomen om met ons contact op te nemen. Hè. Niet één poging, hè. Ja, wat kurtjes en wat brieven, ja. Maar dat had een oortgulde, hè. Wat had ik dan moeten zeggen? Is ze mannetjes? Dat is van Ellen moeder? Maar vraag er niet meer over, want ze wilde Ellen toch niet terugzien. Maar die brieven waren toch een signaal, of niet? Je had toch kunnen proberen om... Wat is noods achter onze rug, hè? Proberen om erop te sporen. Ja, zij is weggegaan, hè? Ik niet, hè? Zij wist waar we zaten, hè? Het was voor haar een heel klein moeite geweest, hè? Om terug contact met ons op te nemen. Maar nee, we waren wat verscholen achter wat kurtjes. Zeg, Fernand, gaat dat hier nog lang duren? Doe, er zijn echt wel plezantere dingen dan een beetje zitten geelogen in een combi. Ja, omdat je er tegen iemand niet kunt zitten zagen, zeker? Ja, maar, hé... Hey. Kom, jong, kom maar terug, zeg maar. Ik kom. Want ik heb hier nog een en ander te bespreken met onze Christophe. Kom, mocht dat gewicht zijn, kom. Allee. Kom, oh, stopblieft, dat zeg. Dat is de eerste keer. Godverdomme, ze zeverig. Allee, waar was ik nou bij gebleven? Nog, pa, Lotmar. Ik weet hoe dat je erover denkt en dat is voor mij genoeg. We kunnen er nog dagen over babbelen, maar dat gaat de zaak toch niet meer veranderen. Hè? Jij hebt uw versie van de feiten en zij heeft haar versie van de feiten. En zolang als je elkaar de schuld blijft geven, hè, dan komen we er toch niet uit. Luister, Christophe. Die kurtjes en die brieven, hè. Ik heb die nog. En als je wilt, kunnen die inzien. Allee, nou natuurlijk niet, want met die zenuwpees erboven, maar... Je zegt het maar, hè. Misschien, als het is pas gift. Ik weet niet of het mij nog interesseert. Christophe, het is alleen maar om te bewijzen dat ik niet gelogen heb, hè. Dingen verzwijgen, dat heb ik gedaan, ja. Verbest willen, hè. Maar gelogen heb ik dus nooit gedaan, hè. Ja, pa. Hij gewoon aan me rond. Is beter nog een bras met uw collega. Collega? Stoef voor jou. Allee. We kunnen eens zien. We klappen er nog wel over. Ja, nee, pak dat nu, maar ik wil niet dat je daar nog een zever over krijgt met Werner. Maar Bianca, er is heel weinig kans voor voorlopig. Ze. Oh. Hij is een paar dagen weg, hè. Ah. Alleen? Je bedoelt met Valérie? Allee, ik neem aan van niet. Heeft er toch niks van gezegd? Och, je moet u daar zo geen zorgen over maken. Waarom zou ik me daar zorgen over maken? Dat iets zou worden tussen die twee. De
daar lig ik echt niet wakker van. Bianca, je moet nu niet doen alsof dat het u onverschillig laat. Maar dat laat mij onverschillig? Je moet geen moeite doen om mij te troosten, want dat is niet nodig. Ik kan echt wel zonder. Hey. Hey, ik ben vanmorgen bij ons moeder geweest. En? Ik heb er gehoord dat... Ik wil er eigenlijk niet over babbelen, Peggy. Met andere woorden, Peggy bol het af. Heb ik dat gezegd? Als je tot de constatering komt, hè, dat je iets wat je heel je leven gedacht hebt, dat zo was, dat je blijkt ineens helemaal anders is. En denk dat je er zomaar direct overstapt. Allee, wat is er aan gebeurd? Die 8 jaar als ze is weg geweest, heeft ze heel de tijd blijven kaartjes en brieven sturen om contact met ons te zoeken. Beweert ze. En onze pa die heeft die brieven en die kaartjes onderschept om het ons niet moeilijk te maken. Dat beweert hij. En waarschijnlijk hebben ze allebei gelijk en ongelijk. Maar ondertussen zijn er wel bekend 10 jaar verloren gegaan. Denk dat ik er graag over babbel? Brieven? Wat brieven? Waar zijn die dan? Juri, ik weet het niet. Kom aan, hè? Nee, ik weet het niet, zeg ik. Hier ergens in huis waarschijnlijk, hè, maar daar heeft onze pa niks over gezegd. Ja, dat is niet nu opgekomen om even te vragen. Nee, dat is niet mij opgekomen om dat te vragen. Weet je waarom niet? Omdat ik niet weet dat het wel goed is dat wij die brieven in handen krijgen. Want waarschijnlijk kan hij nog veel meer kapot maken dan dat nu al kapot is. En voor de rest wil ik er allemaal niks meer mee te maken hebben. Ik moet gewoon weten. Christophe. Nee, Peggy. Christophe. Bianca is hier geweest. Voor? Ze wou met u praten. En ik heb ook even met haar gesproken. Je hebt daar toch niks persoonlijks verteld? Niks meer dan wat jij mij hebt verteld. Dank u wel, mams. Je vermocht dat niet? Als ik u iets in vertrouwen vertel, is het niet de bedoeling dat je dat gaat overbrieven. Overbrieven? Ik heb haar willen helpen. Maar je beseft toch dat ze een moeilijke tijd doormaakt? Allee, is het echt waar? Doe niet zo cynisch. Ze is heel erg teleurgesteld in Werner. Ze is er nog altijd niet uit, hoor, hoe het mogelijk is dat hij haar heeft laten vallen voor Valérie. Maar ik moet u dat niet vertellen, jij weet dat. Ik heb met haar gepraat omdat... Als je op zo'n moment niet alleen staat, je gesteund voelt door anderen... Dat is toch alleen maar positief. Positief waarvoor? Om terug hoop te krijgen in Werner? Om mij te zien als haar morele opkikker. Hè? Schouder om op uit te halen. De grote, beschermende broer die haar tijdelijk steunt. Och, wat fatom. Toch niet beter nog eens met Werner gaan klappen. Zeg, dat heeft toch geen zin? Ik heb toch duidelijk voor Valérie gekozen, hè? Ik heb ze nog samen gezien bij Marianne. Misschien wou hem gewoon naar de dokter. Ziet je hem nog graag? Zeg, er is toch veel te veel gebeurd. Ja, dan moet je het niet moeilijker maken dan het is. Zet er een punt achter en begint met een nieuw leven. En geef nu zelf de kans om iemand anders te leren kennen. Dat wil ik toch niet, dat is toch veel te vroeg? Ja, natuurlijk. Direct een nieuwe relatie, dat is niet ideaal, dat weet ik wel. Dat is wegvluchten, dat trekt op niks. Maar je verstaat me wel, hè. Zo'n Roze, spreek met Yves, goedemiddag. Ah, ja hoor. Ja, momentje. Eva. Is Frederik. Hallo. Wat? Ja, goed. Ja, dat ezeltje heb ik gekregen, ja.
Ja, dat is goed, hè. Ah, ja, misschien. Allee, als ik tijd heb, want allee, ik moet eigenlijk deze avond wel laat werken. Ja. Ja, ik zal er eens over nadenken. Dag, Frederik. Als het over het ezeltje gaat en je terug wil hebben... Nee, man. Hij wil nog eens afspreken. Alleen om nog eens samen ergens te gaan eten. Oh, dat is mooi meegenomen. Ja, met Frederik. Maar pff, hij zou wel gehoord hebben dat ik niet sta te trappelen. Hè. Ik denk dat hij mij nu wel even zal gerust laten. Hey, Eva.